van Katja en Freek. Met Katja, die is al 2 jaar verloofd natuurlijk met Freek. Nou, ik heb haar naar gevraagd en ze was er heel open over. Dat wordt de lente van volgend jaar. Oh, dus het zit er nu echt aan te komen. Ja, maar het zat al hartstikke aan te komen. Alleen ja, weet je, het heeft ook geen haast. Het is ook heel leuk om verloofd te zijn. Er komt even een klus met mijn ex tussen. Ja, weet je wel. Dan moet je een beetje prioriteiten stellen. Nee, maar ja, we hebben locatie, jurk, een seizoen. Dus ja, dat ik gaat... Ik verheug me, Babs. Ja. Ik ben erbij. Ja, zeker. Nou, ik dit keer ook. Gezellig. Ja. Dan weet je het. Ja. Zeker. Ja, flashback op 2006 dat krijgen we. Misschien een kleine uitleg, ja. Inderdaad. Want destijds, in 2006, toen ze met Thijs ging trouwen... toen hadden Katja en ik lijst 0. Dat stond helemaal in teken. Nederland stond bijna in teken van onze politieke partij. We hadden Katja versus Brits. Het was een vrij intense tijd. Ze hadden al heel veel mensen uitgenodigd. En zei Thijs, nou... laten we Bridget dan even niet uitnodigen. Het was al zoveel. Jullie hebben zoveel samengewerkt. Laten we even een beetje afstand nemen. En tot op de dag van vandaag heeft Katja zo'n spijt... dat ze nu niet heeft uitgenodigd. Dus nu ben je erbij. Echte liefde van de neven. Oh, mooi. Ben ik erbij. Dankjewel, Bridget. En dit was het alweer. Boulevard van